Hij heeft tot zover alles gekiept dit seizoen, maar slaagde er nog niet in de nul te houden. Misschien dat Theo Zwarthoed daar tegen Heracles wel in slaagt. Het team van Ruud Brood heeft namelijk slechts één uitgoal gemaakt dit seizoen. En dat was nog een eigen goal ook van Arnold Kruiswijk, de verdediger van Groningen. Eerste aanval van Excelsior, direct vanaf de aftrap. De voorzet van Steur en de eerste grote kans. God komt er net niet aan. En ook Slorry kan niet doeltreffend afronden. Guiano God. Ja, de bal door het midden. Slorry aan de linkerkant is Steur vrij. Die wordt gevonden. Steur en dan direct de bal teruggeven aan Slorry. Die komt er wel aan, maar kan de bal niet tussen de palen plaatsen. Grote kans voor Excelsior. Daar was hij dichtbij zijn zesde goal van het seizoen. Aan de wele Slorry. Rekers eerder bij de bal. Dan God met het hoofd. Schilder, die zoekt de ruimte op aan de rechterkant. Vindt Van Dieren op zijn weg, maar die laat hij makkelijk staan. Het schot van Schilder, niet ongevaarlijk. Voor het eerst dat Heracles wat aanvallends laat zien. Het schot van Robert Schilder. De Vries, Kwanza. Buitenom gaat Looms. Kwanza. Raymond de Vries. Ja, handige bal richting Kwanza. En het schot is ja, niet echt gevaarlijk. Maar de aanval oogde fraai. Als je vandaag wint, ben je spekkoper. Vandaar dat zowel Excelsior als Heracles eigenlijk volop de aanval spelen. Dat is mooi om te zien. Dat is goed voor de wedstrijd. Hofstede. Boachi in de voeten van Bruins. Daar zit wat in voor Excelsior. De paas is bijzonder goed. En God neemt die bal wat merkwaardig mee. Misschien wat gelukkig. Het schot is recht op Piekenhagen af. Opnieuw een aardige kans voor Excelsior. Hofstede. Everton. De overtreding van Van Nieuwstad, geconstateerd door Blom. Schilder met links, Hofstede met rechts. Het wordt Rob Maas, een ingestudeerde vrije trap en heel knap gedaan. Hofstede terugleggen en daar is 1-0 voor Heracles. Uit het niets, prima gedaan. Hofstede en uiteindelijk is het Everton die het laatste tikje geeft. Maar Heracles komt heel verrassend op een 1-0 voorsprong via een prima ingestudeerde vrije trap. De eerste goal, als je die eigen goal van Kruiswijk van Groningen niet meetelt in een uitduel dit seizoen voor Heracles. Everton de maker. En zo zou je toch kunnen concluderen dat de trainingskamp in Zwijndrecht in ieder geval zin heeft gehad. Van Dieren. Siemer. Siemer met ruimte. Slorry. Zal actie willen maken. Loops voor hem. Slorry. Het schot. Ja. Een soort verdekt schot was dat. In de korte hoek bij Piekenhagen. Maar de Duitser laat ze niet verrassen. Schilder pikt op. Robert Schilder. Rechts de vrije man. Hofstede. Die zal de actie willen maken tegen zijn. Hofstede. Het schot met links. Ja. Verrassend richting eerste paal. Slorry. Bruins aan de rechterkant. Die vindt hij. Slorry is doorgelopen. Dat is een goede 1-2. Slorry. En die probeert het zelf en die scoort. Wat een schitterende goal. Wat een schitterende 1-2. En zo komt Excelsior via aan de wele Slorry op gelijke hoogte. Eigenlijk uit het niets. Zijn zesde goal van het seizoen. En misschien wel een van zijn mooiere. Zijn snelheid wordt wederom optimaal benut. De prima combinatie met Bruins. En de afronding is subliem. 1-1. Van Nieuwstad met de lange bal. Te hard voor God. Maar die bal schiet door. Ja, alsnog God. Oh, die wordt er onderuit gegleden. Maar het is geen strafschop. Het duel tussen Rekers en God. Blom geeft aan dat het een doeltrap is. Is het een strafschop of niet? Ik denk het wel. Want Rekers pakt God zonder de bal. En dus had Excelsior een penalty moeten krijgen. God. Oh, die is de bal helemaal kwijt. Maar krijgt hem alsnog in bezit. God. Siemer. God draait goed. Goed kort gedraaid. En prima geschoten. Ja, ook hij zorgt voor veel gevaar. Guiano God. Maas. En Zijm. Geen overtreding of Hofstede. En de linksback van Excelsior kan door. Zijm. Dat is goed neergelegd voor Siemer. Siemer. Nou, wie haalt eruit? Bruins met een geplaatst schot en de prachtige
duik van Piekenhagen voorkomt de 2-1. Looms. Drost heeft moeite om die bal te controleren en leidt balverlies. En dus is het Schilder. Schilder met de knal op de paal. Op slag van rust bijna de 2-1 voorsprong voor Heracles via Robert Schilder. Het begon met het balverlies van Drost. Schilder die goed doorgaat en uiteindelijk ook heel hard uithaalt met de linkervoet. De paal redt Excelsior in deze situatie. Van Nieuwstad. Aan het einde van een boeiende eerste helft. Met de lange bal richting Grot. Grot met de borst. Goed gecontroleerd. En Rekers zit er nog aan. We krijgen nog een hoekschop. Piekenhagen met twee vuisten. En die bal die valt nog voor de voet van Grot. Grot met de inzet en daar is de goal. Op slag van rust is het Jos van Nieuwstad die voor 2-1 voor de thuisploeg zorgt. Maar Schilder heel dicht bij de 2-1 voorsprong voor Heracles was. Hij raakte de paal. Is het van Nieuwstad die uiteindelijk, nadat de bal voor zijn voeten karameleert, voor 2-1 zorgt. De eerste goal voor de aanvoerder van Excelsior. Piekenhagen had die bal moeten pakken. Het is Schot in de draai en via de kluts is daar de rechtervoet van Nieuwstad die dodelijk is. En Excelsior voor het eerst in deze wedstrijd op voorsprong brengt. Steur. Goed gedaan door Boachi. Schilder. Kwanza, Schilder. Ja. Hofstede met de kans om die bal goed voor te trekken. Schilder. Ja, een gevaarlijk schot direct vanaf de aftrap zo'n beetje. De redding van Zwarthoed. Klavan. Hofstede. Hofstede op snelheid. Trekt naar binnen Hofstede. Hofstede, ja, die kan heel ver komen. Vindt uiteindelijk het zijnet. Maar ook nadat de vingertoppen van Zwarthoed eraan zaten. De indraaiende corner. Van Schilder. Zwarthoed met twee vuisten. Afvallende bal. Oh, die wordt nog van de doellijn gehaald. De geweldige knal was er van Looms. En Bandjaar houdt Excelsior op de been. Zwarthoed met twee handen. En dan Looms die bal prachtig controleert. Ja, Brood en Kruse hadden hem al geteld. Maar kunnen er toch onverrichter zaken weer gaan zitten. Bruins. Ja, die heeft altijd een voetballende oplossing. Hij heeft de bal als een volleerde goochelaar aan de voet. De paas van Bruins is geweldig. En dan is het Slorry die aangetikt wordt. En dan is de penalty het gevolg. Een rode kaart voor Rekers. Die mag eraf. En zo is het dus wederom Slorry met een hoofdrol. Luigi Bruins met een geweldige actie. Het inspelen in richting Andwele Slorry. Die wordt gepakt door Rekers in het 16 meter gebied. En dan is het niet alleen een strafschop, maar ook een rode kaart voor Peter Rekers. Luigi Bruins met de strafschop en de 3-1. Jazeker. Zijn vierde goal. Luigi Bruins, hij ook. Heel belangrijk. Met een goede actie waardoor Slorry uiteindelijk in balbezit kon komen. Het leverde een penalty op. En uiteindelijk dus een goal. Rob Maas. Boachi. Levert in. Siemer. Daar gaat Grot. Nou, voorin wacht Slorry. Die heeft zich al gemeld. Die is de snelste van allemaal. Maar Grot gaat natuurlijk voor eigen succes. Nee, dat doet hij niet. Hij vindt Steur. Het is 4-1 en het is beslist. Ja, als één ploeg de counter als magisch wapen heeft, is het Excelsior met die razendsnelle mensen. Grot lijkt voor eigen succes te gaan, maar hij ziet al Steur en die schiet de bal met zijn linkervoet binnen achter de kansloze Piekenhagen. En zo loopt Excelsior uit naar 4-1. Siemer en Slorry. Bruins wil die bal hebben en krijgt hem ook. Luigi Bruins. Ja, handig zijn man uitgekapt. Bruins, oh, dan krult hij die bal richting tweede paal en staat het 5-1. Luigi Bruins met zijn tweede van de avond en zijn vijfde in totaal.
De paas van Slorry en kijk naar de versnelling van Bruins. In de wel met Clavan. Hij kapt de est uit en schiet de bal dan langs de kansloze Piekenhagen uit een moeilijke hoek. In de goal. En zo loopt Excelsior een behoorlijk stuk weg bij Heracles. Zijn beweging bij Steur. Zijn heeft het gezien. De paas is op maat richting Steur. Steur met de 6-1. Hij niet, maar God wel. Giano God. Belangrijk vanavond. Ook hij pikt zijn goal mee. En zo zet Excelsior heel even aan. En scoort het weer. Want dat is het verhaal van de tweede helft. De paas op maat van Siemen Zijn. Uit de rug van Bouachi is het Steur die doorloopt. Kegel Smit nog even omver. En hij vindt God. En die heeft het dan heel erg makkelijk om die bal in het doel te schuiven. Piekenhagen is daar al weg. En zo wordt het 6-1. Het laatste fluitsignaal van Blom. De strijd tussen de twee laatste kampioenen van de eerste divisie valt heel ruim uit in het voordeel van Excelsior. Dat hier met 6-1 wint. En die overwinning is verdiend.